Hoi, en leuk dat je weer kijkt. In deze video bespreken we de belangrijkste grootheden, eenheden en symbolen die je moet kennen voor chemisch rekenen. Ook kijken we naar een aantal principes die we moeten kunnen gebruiken bij het rekenen aan chemische processen. Al die eenheden en grootheden kan best wel verwarrend zijn. Veel lijken ook een beetje op elkaar. Hierbij geef ik een overzicht van alle belangrijke die je moet kennen. Hopelijk schept dit een beetje duidelijkheid in de scheikundige warboel. Oké, okay, ten eerste de grootheid massa met symbool m. Als het goed is ken je deze wel. Dit geeft aan hoe zwaar iets is. En hoe zwaar iets is drukken we uit in gram (g) of kilogram (kg) zijn de duizend gram. Een andere grootheid die je moet kennen die hiermee te maken heeft is atoommassa. Met symbool a. Dit is, hier raadt het al, het gewicht van een atoom. Aangezien het atoom super klein is, is het onhandig om te rekenen met kilogram. Een proton weegt namelijk 1,66 keer 10 tot de macht min 27 kilogram. Mega onhandig om hier telkens mee te moeten rekenen. Daarom hebben onze slimme scheikundemensen bedacht om dit gewicht van 1,66 keer 10 tot de macht min 27 u te noemen. Een proton weegt dus 1 u. Zo kunnen we handig de atoommassa van een atoom aanduiden met de eenheid u. Soms wordt ook de relatieve atoommassa gebruikt met symbool a kleine r. r dus voor relatief. Dit is gewoon de atoommassa gedeeld door 1 u. Een koolstofatoom C weegt bijvoorbeeld ongeveer 12 u. De relatieve atoommassa van een koolstofatoom is dan ook 12. 12 gedeeld door 1 is dan 12. Let op, aangezien we een gewicht door een ander gewicht delen, is het geen eenheid, gewoon een getal. In dit geval gewoon 12. Op dezelfde manier kunnen we de molecuulmassa met symbool M gebruiken. Dit is het gewicht van een molecuul uitgedrukt in u. En de relatieve molecuulmassa, wat dan weer het gewicht van het molecuul is gedeeld door 1 u met symbool MR. Weer die R van relatief. Een belangrijke grootheid is ook de chemische hoeveelheid. Dit heeft als symbool n tussen haakjes x. Met de chemische hoeveelheid geven we aan hoeveel deeltjes in een bepaalde hoeveelheid stof aanwezig zijn. Dit zijn doorgaans onvoorstelbaar veel deeltjes, dus dat is weer onhandig om mee te rekenen. En daarom gebruiken we de eenheid mol. Een mol is dan simpelweg een hele grote hoeveelheid. Bij benadering 6,02 keer 10 tot de macht 23. Dit getal noemen we ook wel het getal van Avogadro, wat ook al wordt uitgedrukt met het symbool Na. Dat is dus het getal van Avogadro. Als we het hebben over 1 mol stof, dan hebben we het dus over 6,02 keer 10 tot en macht 23 deeltjes. Goed, een mol is dus een vaste hoeveelheid deeltjes. Maar per stof verschilt het natuurlijk hoeveel een deeltje weegt. En daarom dus ook hoeveel een mol deeltjes weegt. Daarom gebruiken we ook nog de grootheid molaire massa, met symbool m tussen haakjes x. Deze molaire massa drukken we uit in gram per mol. Dus hoeveel gram een mol van die stof weegt. De hoeveelheid deeltjes, dus chemische hoeveelheid, geven we dus aan met nx, uitgedrukt in mol. En het gewicht van die hoeveelheid, dus de molaire massa, geven we aan met MX, uitgedrukt in gram per mol. Het kan ook dat we geïnteresseerd zijn in het massapercentage, vanzelfsprekend uitgedrukt in percentages. Dit is van belang als het geheel bestaat uit meerdere stoffen. We willen dan weten welk percentage van de massa van het geheel toe te wijzen is aan een specifieke stof. Je deelt dan dus simpelweg de massa van de aanwezige stof door de massa van het geheel en doe dat keer 100%. We kunnen iets ook uitdrukken in massa ppm, waarbij ppm staat voor parts per million. Deeltjes per miljoen dus. Als we het hebben over massa ppm van een stof in het geheel, dan bedoelen we dat 1 miljoenste deel van de massa van het geheel bestaat uit die specifieke stof. In een kilogram zit 1000 gram en in een gram zit 1000 milligram. Dus in een kilogram zit een miljoen milligram. De eenheid van massa ppm is daarom in milligram per kilogram. In elke kilogram van het geheel zit dus een milligram van die stof. En datzelfde kunnen we doen met massa ppb waarbij ppb staat voor parts per billion. Deeltjes per miljard. Niet in de war raken hierbij: in het Engels is billion een miljard, niet een biljoen. Dit is dus een 1 met 9 nullen, een miljard. Als we het hebben over massa ppb van een stof in het geheel, dan bedoelen we dat 1 miljardste deel van de massa van het geheel bestaat uit die specifieke stof. In een kilogram zit 1000 gram. In een gram zit 1000 milligram en in een milligram zit 1000 microgram. Dus in een kilogram zit een miljard microgram. De eenheid van massa ppb is daarom in microgram per kilogram. In elke kilogram van het geheel zit een microgram van die stof. Dan eentje die je bekend moet voorkomen, namelijk volume, met als symbool V. Dit geeft aan hoeveel ruimte iets inneemt en drukken we uit in kubieke meter, dus n tot de macht 3. Het volumepercentage werkt dan hetzelfde als het massapercentage, maar dan dus voor volume. Dus welk percentage van het volume van het geheel neemt een specifieke stof in? Dit berekenen we dus simpelweg door het volume van de stof te delen door het volume van het totaal en dat keer 100% te doen. Het volume ppm is op dezelfde manier als bij massa het miljoenste deel van de volume. Er passen duizend kubieke decimeters in een kubieke meter en er passen duizend kubieke centimeters in een kubieke decimeter. Dus 1 kubieke centimeter is 1 miljoenste kubieke meter. We drukken het volume ppm dan ook uit in kubieke centimeter per kubieke meter. Dit kan overigens ook uitgedrukt worden in microliter per liter. Als een stof dus 1 volume ppm is van het geheel, dan neemt die stof 1 kubieke centimeter per kubieke meter in van het geheel. Of 1 microliter per liter. We kunnen ook het molair volume uitdrukken met symbool V kleine m, m van molair. Dit is, niet al te verrassend, het volume dat een mol van een bepaalde stof heeft. Dit drukken we dan ook uit in kubieke meter per mol. Dan dichtheid met symbool ρ (griekse letter rho). Hiermee geven we aan hoe zwaar een stof is per volume. Een kubieke meter van de ene stof kan veel zwaarder zijn dan de kubieke meter van een andere stof. We drukken dichtheid dan ook uit met de eenheid kilogram per kubieke meter. Dus hoe zwaar is een blok van een kubieke meter van die bepaalde stof? Hoe groter de dichtheid? Hoe zwaarder. Hieruit valt dus ook de relatie te halen: ρ, dichtheid is gelijk aan massa gedeeld door volume. Met de concentratie kunnen we aangeven hoeveel stof er is opgelost per hoeveelheid oplossing. Concentratie geven we dan aan met het symbool c, of met uh, vierkante haakjes en een grote x erin. We willen hiermee dus aangeven hoeveel deeltjes van een stof in een oplossing zit. Dus dit doen we logischerwijs met de eenheid mol, dus het aantal deeltjes, per liter. Dus we krijgen dan het aantal deeltjes per liter. We kunnen hierin de relatie herkennen: concentratie is gelijk aan n gedeeld door v, waarbij n dus die chemische hoeveelheid in mol was en v volume. Bij chemisch rekenen is ook de zuurgraad vaak een belangrijk onderdeel. Dit is de mate waarin een oplossing zuur of basis is. Doorgaans drukken we dit uit in pH. De pH is de min log van de concentratie van de H-plusjes in de oplossing. Hoe hoger de concentratie H, hoe meer H-plusjes er dus aanwezig zijn, hoe lager de pH-waarde. En daardoor hoe zuurder de oplossing. Een zure oplossing heeft dus een lage pH-waarde. Andersom kan je ook de pOH gebruiken. Dit is de min-log van de concentratie van OH-. -min. Hoe hoger de concentratie OH-, hoe meer oh netjes er dus aanwezig zijn, hoe lager de pOH-waarde. En hoe basischer de oplossing. Bij elkaar opgeteld zijn de pH en de pOH altijd 14. Bij 298 graden Kelvin dan. Als je één van de twee weet, dan weet je dus ook de andere, want samen zijn ze 14. Je kan de vergelijking pH is gelijk aan min log uh, concentratie H, natuurlijk ook omschrijven naar H is gelijk aan 10 tot de macht min pH. Waardoor je ook de concentratie H kan berekenen als je de pH weet. Hetzelfde geldt voor de pOH is gelijk aan min log Concentratie OH- omschrijven naar de concentratie van OH- is gelijk aan 10 tot de macht min pOH. En tenslotte hebben we dan nog de reactiesnelheid met symbool S. Hiermee geven we aan hoe snel een reactie verloopt. Dit is dus per reactie verschillend. En er zijn een aantal factoren die hiervan invloed zijn, zoals de deeltjesgrootte, de concentratie, temperatuur en katalysatoren. De eenheid voor de reactiesnelheid is mol per liter per seconde. En hierbij kunnen we dus de relatie herkennen: de reactiesnelheid S is gelijk aan de verandering in concentratie delta C gedeeld door de verandering in de tijd delta T. Een aantal principes is van belang bij het rekenen aan chemische processen. Daarvan bespreken we nu dan de belangrijkste Ten eerste de massa verhouding. Dit is de verhouding in massa waarbij stoffen volledig met elkaar reageren. Als de massa verhouding tussen stof X en stof Y 1 staat tot 2 is, dan moet er dus twee keer zoveel massa van stof Y aanwezig zijn als van stof X om volledig te reageren. Deze massa verhouding verschilt voor elk tweetal stoffen weer. De Stoi geometrische verhouding geeft dan de verhouding in deeltjes aan waarbij de stoffen volledig met elkaar reageren. Dit wordt vaak uitgedrukt in de molverhouding, maar in principe maakt het niet zoveel uit op welke schaal je de verhouding doet. De verhouding voor een paar deeltjes is hetzelfde als voor een mol deeltjes. Als de molverhouding voor stof A is en stof B dan bijvoorbeeld 3 staat tot 1 is, dan heb je dus drie keer zoveel mol van stof A nodig als van stof B om volledig te reageren. Ten derde moet je weten dat de volumeverhouding bij gassen, dus de hoeveelheid ruimte die de gassen innemen relatief aan elkaar, hetzelfde is als de molverhouding van die aanwezige gassen. Ten vierde is er de overmaat en de ondermaat. En dit heeft eigenlijk met hetzelfde te maken. Als de massaverhouding of molverhouding bijvoorbeeld niet helemaal klopt... dan blijft er een deel van één van de twee beginstoffen over. En dat overschot is dan de overmaat. En de beginstof die volledig heeft gereageerd is dan in ondermaat. Ten slotte moet je ook begrijpen dat het rendement van een reactie... een fractie of percentage is van de theoretische opbrengst. Dat wil zeggen... Bij een chemische reactie is er een maximale te verkrijgen hoeveelheid van een stof die je verwacht, in theorie. En dit kan je berekenen. Maar in de werkelijkheid verloopt een experiment doorgaans niet perfect, waardoor de praktische opbrengst verschilt van de theoretische opbrengst. Het rendement kan je dan berekenen door de praktische opbrengst te delen door de theoretische opbrengst. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken!